Ja, het zal wel een kwestie van smaak zijn, maar qua uiterlijk zou ik zeker voor de Q5 gaan. Bij Audi houden ze van aftellen, want ze begonnen met de Q7, die monsterlijk grote SUV. Daarna kwam de Q5, mooie, elegante middenklasse SUV. En nu is er de Q3, dat is deze auto. En ja, dat is de tegenhanger van de BMW X1 en ook wel een beetje van de Volkswagen Tiguan. En die Volkswagen Tiguan, die vormt dan weer de technische basis van deze Audi. Qua prijs is de Q3 overeenkomstig met die BMW, maar is ietsje duurder dan de Volkswagen Tiguan. En ja, waar zie je dat nou aan? Nou, natuurlijk aan het interieur. Dat interieur is Audi, dus mooi. Prachtige pasvorm, hele mooie kleine naadjes, en mooie knopjes, alles is goed uitgedacht. Maar het is net niet de materiaalkwaliteit van een Q5. Want dit is bijvoorbeeld hard. Hieronder is het ook hard. Dus dat is, ja... Ze hebben een heel klein beetje onderscheid willen creëren met die iets grotere SUV van Audi. Het is net een beetje andere materiaalkwaliteit. Ik noemde ze al, de Audi Q7 en de Q5. En die Q7 die heeft het postuur van Peter Beens. De Q5 vind ik een mooie auto, goed in balans, elegant ook. Ja, en dan de Q3. Dit is veel meer een Audi A3 Allroad, vind ik. Met die kunststof randen langs de wielkasten die de boel wat beter in proportie moeten brengen. Die achterkant is te vol, de voorkant wat te iel. Ja, het zal wel een kwestie van smaak zijn, maar qua uiterlijk zou ik zeker voor de Q5 gaan. Blijkbaar is het voor een autofabrikant nogal lastig om een kleine SUV te bouwen. Want als je de BMW X1 ziet, dat is ook niet bepaald de schoonheid. De X1 is een tandje krapper dan deze Q3. Bij BMW zit je achterin gewoon net eventjes ietsje minder ruim. Hoewel het hier ook geen ruimtewonder is, begrijp me niet verkeerd. En deze auto die heeft een schuifkanteldak en daarmee beperk je de hoofdruimte met een centimeter of 3-4. Dus ben je van plan om grote kinderen achterin te gaan vervoeren, laat het schuifkanteldak voor wat het is. Dat scheelt gewoon bewegingsruimte. Er is keuze uit 4 motoren voor de Q3. Het zijn allemaal 2 liters, ze hebben allemaal 4 cilinders en ze hebben allemaal een turbo. 2 diesels en waarvan 1 heel interessant wordt voor Nederland. Dat wordt de 140 pk 2 liter TDI en die wordt leverbaar met alleen voorwielendrijving. Nou, dat wordt natuurlijk het liefje van zakelijk Nederland. Dat wordt het lease liefje. Dat kan niet anders. Die wil iedereen hebben, want dan wordt de voordeligste. Dit is de 211 pk sterke 4-cylinder turbomotor. Dat is een fijn ding, die gaat hard en die maakt niet al te veel herrie ook. Alleen ik denk dat je aan de 170 pk ook wel voldoende hebt. En als dat niet zo is en ook die 211 pk is onvoldoende, wacht dan op de RS. Die komt er namelijk, een Q3 RS. En of die QRS3 gaat heten of RS Q3, dat is allemaal onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat hij een 5-cylinder turbomotor krijgt. Gekoppeld aan een 7-traps automaat met 4-wielaandrijving, 310 pk. Het is echt een geweldige, dat kan niet anders. En daarmee creëert Audi eigenlijk een nieuwe niche. De HMSUV, de Hot Mini SUV. Ja, bedenk het maar even. Audi heeft de mazzel dat eigenlijk de halve wereld wel graag een Audi wil hebben. Dus binnenkort is het weer kerst. En dan heb je een lijstje en dan staat die boom er en ja, de meeste mensen zouden best een Audi onder die boom willen hebben. En ik ook wel, maar dan niet deze Q3. Hij mist dat wat heel veel andere Audi's hebben, dat hij hebberig maakt, dat hij fraai is, dat hij, ja, dat je ziet hem voor het eerst en dan denk je, god, wat een gaaf ding, doe mij er eentje. Dat heeft deze Q3 net niet.